Het dons en de veren uit onze kussens en dekbedden wordt niet verwerkt in China, niet in Bangladesh, nee, gewoon in Nederland. Hier in Ermelo zit de grootste donsverwerker van Nederland. Het dons wordt hier niet alleen verwerkt, nee, het grootste deel van de dons is ook nog afkomstig van de Nederlandse bodem. Het dons en de veren wordt hier aangeleverd. Vervolgens wordt het zorgvuldig gewassen met biologische zeep. Daarna wordt het gedroogd op minimaal 100 graden. Vervolgens wordt het gesorteerd in de sorteerkamers. En het dons wordt dan opgevangen in dit soort zakken. De kwaliteit van het dons wordt gemeten aan de hand van de vulkracht. Die vulkracht kunnen we meten met behulp van een lorgmachine. We staan hier bij de lorgmachine. Er wordt 30 gram dons in deze cilinder gedaan. Vervolgens zakt er een schijf op het dons. Vervolgens wordt het dons afgemeten. Hoe hoger het dons komt, hoe hoger de vulkracht. Je kunt hier goed zien dat dons met een hogere vulkracht vaak uit grotere donsclusters bestaat. Ideaal, want daardoor kan het meer lucht vasthouden. Dons met een hoge vulkracht heeft dus een hogere warmte-gewicht ratio. Dat betekent dus niet dat dons met een hogere vulkracht altijd warmer is. Ook het vulgewicht heeft namelijk invloed op de mate waarin het dekbed isoleert. Kortom, een hogere vulkracht betekent dat het dons meer lucht vasthoudt. Daarnaast is het dons van een hogere kwaliteit en tenslotte heeft het een hogere warmte-gewicht ratio, waardoor je makkelijker een warmer of een lichter dekbed kan creëren.